Hallo jongens en meisjes, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Sint-vlog. Vorig jaar hebben jullie kunnen zien dat de beternoten net op tijd werden gered uit de haven. Ook dit jaar volgen we Dingeman weer op de voet tijdens de voorbereidingen voor de nieuwe intocht. Kijken jullie gauw mee wat er allemaal gebeurt? Onder water! Onder water, Dingeman! Zo, Dingeman! Rutters, ja. Ik zie jullie! IJzer! Nee. Ja, denk maar, kom er dan maar uit. Want anders heb je dadelijk nog een kou op je spieren. Ach, ja. Kom er maar uit. Oké. Kom maar aan, dat. Ja, ik denk dat ik wat kou heb op de spieren. Met je kou op de spieren. Ja. Nou, we gaan even kijken. Ja, en dan denk je natuurlijk, ja, hoe komt dat? Nou, kan ik je wel uitleggen. Een tijdje terug... Doe dat dieper? Ja, en een tijdje terug was ik in de haven waar Sinterklaas ook altijd aankomt. En daar was... Weet je wat? Ik begin het verhaal wel bij het begin. Hè? Dus ja, ik kreeg een tijd terug, kreeg ik namelijk een brief uit Spanje. Een brief zoals ieder jaar en hij vertelde mij dat het grote boek waar alles in staat, dat een beetje vol begint te raken. En dus ik krijg een nieuw boek waar alles in staat van de kinderen van Rita den Berg en Raamsdonk Sfeer. En ja, omdat het er gewoon eigenlijk niet allemaal niet meer in past, snap je wel? Daar ben ik weer, ja. Ik heb een brief gekregen. Van Sinterklaas. Ja. En die schrijft mij dat u een groot boek moet bijhouden of zo. Ja, dat klopt. Ja. Dit is het grote boek. Ah. Ja, die van hem was vol. Oh. Dus hij had gevraagd of ik nog een boek wilde aanschaffen. En alvast goed naar de luisterpiet wilde luisteren wat hij ophaalt in de gemeente. En hier al die informatie over al onze kinderen in de. Staat dat allemaal daarin? Dat staat hier allemaal in. Oh, maar er zal toch niet zomaar iedereen in kunnen kijken? Nee, dat klopt. Dat klopt. Strikt geheim natuurlijk. Ja, hij zit ook dicht. Er zit een onzichtbaar slot op, dat kun je dus niet zien, want het is onzichtbaar, ja. Maar er is een sleutel van. Ja, oh. En daarmee kan ik hem open en dicht doen. Oké, en waar is die sleutel dan? Die hangt daar bij de sleutels, helemaal onderaan. Die kleine. Die hele kleine? Die hele kleine, want het is ook een heel klein onzichtbaar slot. Oh, maar die raak je toch makkelijk kwijt, zo'n kleine sleutel? Ja, daarom hebben we ook nog een reserve sleutel, maar die zit in de grote kluis. Oh, in die grote... En waar is die grote kluis dan? Die is op mijn kamer. En de sleutel van de grote kluis, die hangt naast de kleine sleutel. Ja. Oh, en die andere sleutels, die zijn boven dan? Ja, die zijn van het carnaval. De bovenste zijn van de prinsen van het carnaval. En de onderste drie zijn van de jeugdprinsen van onze drie kerken. Oh. En dan zo'n Sfeer, Raamsdonk, ja. En Geert Ruimenberg natuurlijk. Ja. Dat is alles bij elkaar. Nou, dat is duidelijk. Handig, hè? Spannend. En wethouder. Ja, burgemeester, ik wil dit document graag even onder uw aandacht brengen. Dank u wel, wethouder de Jong. Ja, ik moet gaan. Moet gaan? Ja, ik moet gaan. Pardon? Wanneer moet ik gaan? Ik moet gaan. Heel eventjes. Ja, ik ga vertrekken hier. Pardon? U gaat vertrekken? Ik ga naar een andere gemeente. Is het heus? Ja, het is Heusden. Heusden? Ja. Nee toch? Nee. En dan? Hoe moet het verder? Na al die jaren? Dat gaat helemaal goed komen. Nee. En met de intocht? Ja, dat vind ik wel echt heel jammer, maar ik heb een hele verantwoordelijke wethouder gevonden die tot die tijd de taken waarneemt tot er een andere burgemeester zit. Oh, daar hebben we hem net. Dag. Dit is wethouder van Vught. Ja, en ja, ik ga hem de burgemeestersketting geven. En wethouder van Vught, u weet het natuurlijk, maar die mag u echt alleen maar ophangen bij hele belangrijke speciale taken, hè? Niet als koningin. En als er straks een vervanger is, ja, dan moet u hem ook weer afgeven. Maar tot die tijd zou u alstublieft dan alle taken willen waarnemen. Ja, dat doe ik heel graag. Ja, natuurlijk. Hartstikke fijn. Gaan we doen. Ja, ik moet er echt van door. Ach, nee. Nou, dank u wel voor alles. Ja, heel veel succes. Tot ziens. En maar altijd terugkomen. Fijn. Ja. Nou, wat jammer jongens dat onze burgemeester weggaat. Voordat we verder gaan, zullen we dan nog even gaan kijken hoe het bij de Pieten gaat? Leuk hè, sorry Piet, voor onze Pietje van Sinterklaas wil. Ja, echt hè? Wel. En dat ik er dan mag zijn dit jaar als surprise Piet. Hè? Ja. Leuk hè? Ja, dat wel. Hij scheurt een beetje. Sorry. Ja, ja. Sorry.
Goed werk. Sorry Piet, wat ben je aan het doen? Surprise! Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Leuk, hè? Wat heb jij nu? Ik ben een cadeau voor Floris. Maar waarom een cadeau? Dat heeft hij gevraagd, stond op zijn lijstje. Ja, sorry, dat gaat niet. Dan doen we bij Floris een briefje in zijn schoen. Maakt niet uit, Sorry Piet. Maakt niet uit. Pak, want dat kan natuurlijk. In de brief stond ook dat Sinterklaas het jammer vindt dat er de kinderen zo vaak zo vroeg al hun schoentje zetten. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. En ja, Sinterklaas snapt ook wel dat dat voor de kinderen fijn is en leuk is om de schoen te zetten. Maar ja, het is echt onmogelijk om al die schoentjes op tijd te vullen. Snap je wel? Maar als ik hier druk? Ah, ja, daar, ja. Ja. Hier ook al. Viel er nou iets in die schoen? Laten we gauw even terugkijken. Nou, als dat maar goed gaat. Dit was de Sintvlog voor vandaag. Kijken jullie volgende keer weer mee?